Het is dit jaar 400 jaar geleden dat Bredero, een van de bekendste Nederlandse schrijvers uit de 17e eeuw, op 33-jarige leeftijd overleed. Een vermaarde liedjeschrijver die ook gedichten en toneelstukken schreef. In deze video aandacht voor zijn toneelstuk Spaanse Brabander uit 1618, dat na zijn dood regelmatig werd opgevoerd. Voor dit stuk liet hij zich inspireren door de Spaanse roman Lazarillo de Tormes, over een arme maar slimme jongen die wordt uitgebuit door verschillende bazen. En deze Lazarillo werd bij Bredero Robbeknol, een schooier die in dienst komt van Jerolimo, een oplichter uit Antwerpen. Maar Bredero wilde met zijn toneelstuk meer dan alleen een verhaal vertellen over een bedrieger en zijn hulpje. En daarom schotelde hij het publiek een bonte verzameling aan personages voor. Klagende oude mannetjes, treiterende jongens, boze ambachtslieden en vrolijke snollen. Het verhaal van de Spaanse Brabander kun je als volgt samenvatten. De Brabantse Jerolimo, een eerste klas oplichter met Spaanse roots, komt in Amsterdam aan. Hij ontmoet bedelaar Robbeknol en neemt hem in dienst, alhoewel hij Robbeknol helemaal niet kan betalen. Uit noodzaak gaat Robbeknol dan zelf maar bedelen om voor eten voor hen te zorgen. Ondertussen heeft Jerolimo al verschillende Amsterdammers opgelicht. De schuldeisers komen uiteindelijk hun geld opeisen, maar Jerolimo is dan alweer. Alhoewel deze samenvatting de hoofdlijnen volgt, geeft het een verkeerd beeld van het toneelstuk. De scènes met Robbeknol en Jerolimo vormen de rode draad van het verhaal. Maar als je kijkt naar de hoeveelheid tekst die deze personages hebben, dan valt het op dat er ook behoorlijk wat aandacht is voor de andere figuren uit de stad. Met scènes waarin die twee personages niet eens voorkomen. En dat heeft Bredero natuurlijk met een reden gedaan. Om tot een verklaring te komen vormt een zin die zowel aan het begin als het einde van het stuk wordt genoemd een soort van sleutel. Het gaat om de zin, al ziet men de lui, men kent ze daarom niet. Een zin die je kunt interpreteren als dat mensen zich te veel laten leiden door uit vertoond door het eerste beeld dat ze van iemand hebben. Ze worden bedrogen door schone schijn. En het is logisch om deze zin in de eerste plaats te koppelen aan het bedrog van Jerolimo, de hoofdlijn van het verhaal. De Amsterdammers in het stuk hebben zich in hun geldzucht laten oplichten door hem. Notabene een Brabander met een Spaanse vader zal het publiek er nog even bij gedacht hebben. Want realiseer dat het stuk midden in de 80-jarige oorlog is geschreven. De oorlog met Spanje. Spanje was veel sterker dan wij. Ze hadden betere soldaten en ook meer geld. De thematiek uit de Spaanse Brabander is nog steeds actueel. Het gaat over de komst van migranten, gelukzoekers en vluchtelingen. De argumenten die worden genoemd klinken ons best bekend in de oren. Die vluchtelingen zorgen alleen maar voor misdaad en bedrog. En ze gedragen zich niet zoals de echte Hollander, want die is eerlijk en trouw. Aldus het personage Jan Knol. Een oude Amsterdammer. En zo lijkt het er misschien op dat deze Jan Knol gelijk krijgt in het toneelstuk. Want het is tenslotte een buitenlander, Jerolimo komt uit Antwerpen, die de boel oplicht en de Amsterdammers met de problemen achterlaat. Maar met die conclusie doe je het toneelstuk tekort. Bredero verkondigt geen xenofobe visie van mensen die zich bedreigd voelen in hun leefgebied door de nieuwkomers. Maar hij schetst een universeel beeld van negatief menselijk gedrag. Mensen zijn egoïstisch en vol vooroordelen. En het zijn de scènes uit de stad met die overige personages die dat duidelijk maken. En daarvoor blijf ik in eerste instantie bij die Jan Knol, die oude Amsterdammer van zojuist. Hij komt meerdere malen voor in het toneelstuk en steeds is hij vergezeld door twee andere mannen. En wat je dus krijgt zijn drie oude mannetjes die commentaar geven op hun stadsgenoten en op de maatschappij. Wat dat betreft de voorlopers van Stettler en Waldorf van de Muppets. Shakespeare would have hated that. You should know you dated his sister. Oh! In het derde bedrijf bespreken de drie oude mannen de recente komst van al die vreemdelingen. Met de waar van buiten, zo kregen wij in het land veel afgerechte guiten. Want dat ons is gebrocht of dat er is gehaald. Jan Knol heeft zoals gezegd geen goed woord over voor al die mensen van buiten. Die volgens hem de echte Amsterdammers alleen maar kwaad doen en ze oplichten. De twee andere mannen, Andries en Harmen, zijn het daar niet mee eens. Zijn zij zelf geen echte Amsterdammers en zij geven als tegenargument aan dat de migranten, zoals zij, voor bedrijvigheid en handel hebben gezorgd. Wie brocht hier de scherpheid in hun onbeslepen zinnen? Die domme en naïeve Hollanders kunnen volgens hen wel wat leren van die slimme vreemdelingen. En daarbij komt, volgens Harmen, dat die Hollanders zelf ook zo eerlijk niet zijn. In de scène gaan vervolgens de verwijten heen en weer. Wel zullen wij dan kwaad van al de lui verzinnen, zo is het best dat wij van onszelf beginnen. Maar kijk eerst naar jezelf, zegt Jan. En dat doen ze en dan komt het publiek erachter dat deze oude mopperaars zelf helemaal niet zo onschuldig zijn als ze doen voorkomen. Jan is een zuiplap en een vrouwenjager. Harmen slaat zijn vrouw en Andries is een advocaat die desnoods ten koste van anderen geld probeert te verdienen.
Een beetje hypocriet zijn deze mannen dus wel. En zo toont het toneelstuk niet alleen inwoners van Amsterdam die door Jerolimo worden opgelicht, maar ook mensen die elkaar oplichten en in hun hypocrisie zichzelf bedriegen. En dat dat al jong begint, toont een knikkerscène tussen twee jongens die elkaar beschuldigen van vals spelen en zich daarbij ook nog eens gedragen als vervelende pestkoppen. Terug naar Jerolimo, want je kunt je afvragen of hij nu werkelijk zo'n slimme oplichter is. Het meeste van wat hij doet gebeurt achter de schermen. We zien hem weinig aan het werk. Het publiek ziet alleen zijn pogingen om Robbenknol en de twee prostituees wijs te maken dat hij een rijk heerschap is. Maar zij hebben al vrij snel door dat dat niet het geval is. Dus zo overtuigend is hij blijkbaar niet. Misschien moet je zelfs behoorlijk naïef zijn om je door hem te laten oplichten. En blijkbaar zijn die Amsterdammers dat. Dat bewijst in ieder geval de opgelichte huisbaas Gierige Gerard die in het vierde bedrijf op bezoek gaat bij Jerolimo om zijn geld op te eisen. Vroeg mij te maken, deur te gaan en te betalen met bedstrooi, daar zal ik voorzien. Jaak Zeper, hiet ik aars, zo ik hiet. Gierige Gerard zegt dat het hem niet zal overkomen dat een schuldenaar, en zeker een Brabander, hem zal bedonderen en er vandoor zal gaan zonder hem te betalen. Het publiek voelt dan al wel aan dat dat juist hetgene is dat deze gierige man zal gaan overkomen. Dus zo bezien lijkt die belangrijke zin van al ziet men de lui vooral te gaan over mensen die zichzelf bedriegen in hun geldzucht en hypocrisie. En Bredero voegde daar nog een subtiel element van vooroordelen aan toe via zijn snollen. Het ambacht van de prostituee heeft van oudsher geen hoog aanzien en aan deze vrouwen kleven genoeg vooroordelen. Ze zijn dom, simpel, achterlijk en deze vrouwen kunnen blijkbaar niet beter dan hun lichaam verkopen. De prostituees in Spaanse Brabander zijn de twee snollen Trein en Am. Ze hebben een voorkeur voor rijke mannen en ze blijken helemaal niet zo achterlijk. Dat laat ze bijvoorbeeld merken als ze de leugens en de borstklopperij van Jerolimo al vrij snel doorzien. Deze vrouwen houd je niet zomaar voor de gek. Die honks Klink, wat? Hij mocht dat ik niet zeggen en wil. Wat zou die gatvink doen? Hem schortte maar een praatje. Na de scène waarin ze Jerolimo ontmoeten, lijkt Bredero het publiek te willen confronteren met zijn eigen vooroordelen, door deze vrouwen elkaar hun levensverhaal te laten vertellen. Ze werkte Anne voorheen als dienstmeid, tot ze verliefd werd op de zoon des huizes. Haar bazin, de moeder van de jongen, kwam achter deze geheime relatie en ze ontsloeg Anne, stuurde haar eigen zoon naar het buitenland en Anne kwam zo noodgedwongen in de prostitutie terecht. De andere snol, Trein, had een goede baan en was geld aan het sparen. Ook zij werd verliefd op een man die haar gouden bergen beloofde en met haar zou gaan trouwen. Van de ene op de andere dag was hij met de noorderzon vertrokken en had hij al haar bezittingen en geld meegenomen. Ook voor Trein zat er niets anders op dan te gaan tippelen. Twee vrouwen met twee verschillende verhalen die zich hebben laten oplichten en door anderen slecht zijn behandeld. En zo lijkt de zin, al ziet men de lui, men kent ze daarom niet, twee kanten op te werken. Trein en Anne hebben zich laten oplichten. Maar hun levensverhalen lijken ook een boodschap te bevatten voor het publiek. Wees niet te snel met je oordeel over anderen, over bijvoorbeeld prostituees. Leer eerst hun verhaal kennen, want de ene snol is de andere niet. Want het is toch heerlijk? Je loopt te tippelen, je krijgt van alles achter je aan en er rijdt een auto en je maakt meteen een deal. En je neemt de benen en je hebt je centen verdiend. Ik wil deze video afsluiten met de eerste zinnen van het toneelstuk waarin Jerolimo het Amsterdamse volk beledigt. Het is wel een schone stad, maar het volksken is te vies. In Brabant zijn de liens gemeenlijk exquis. Misschien wilde Bredero zijn Amsterdamse stadsgrootte een beetje op scherp zetten, een beetje uitdagen, maar ook op het verkeerde been zetten. Want het is juist het publiek dat door middel van al die personages geconfronteerd werd met zijn eigen vooroordelen en zelfbedrog.